bedankt, hè. Ja, wat zijn we hiermee aan de gang? We zijn hier bezig om met winterhoornplantage te realiseren. En we zijn nu met een constructie bezig waar straks de midwinterhoorn op te komt te liggen. Want er is een midwinterhoorn van 40 meter lang en 4 meter doorsnee. Dus dat is een behoorlijke grote jongen. Die komt straks echt zo boven de N18 steekt die uit. We graven hier een container in. Maar die heeft onvoldoende weerstand tegen gronddruk. En dat vangen we op door met deze hergebruikte balken van dreklijnschotten. En dat is arbeidsintensief, maar met een paar weken hebben we dat toch staan. Volgende week gaat de container erin. En maken we dus hier een hele heuvel zand overheen. En daar komt uiteindelijk een lentaard op te liggen in de vorm van een midwinterhoorn. En dat is om aandacht te trekken. Maar in het veld zelf gaan we hier bomen kweken. En daar graven we sloten voor. Er wordt een soort rabattenbos. En daarin proberen we bomen te planten in de wal van de sloot. Schuin erin te planten. Met de bedoeling dat ze dan recht omhoog gaan groeien. En dat ze daar straks een mooie bocht vormen waar wij midwinterhoorns van kunnen maken. En dat doen we met 3 houtsoorten. We poten er berken in. Elzen in. En willigen. En dat is allemaal snelgroeiend waterkantenhout. En daar staat hier in om horens van te maken, maar ook om uit te leggen aan iedereen hoe wij horens maken. Dus het wordt hier straks een plek om educatie te geven over ons erfgoed van de midwinterhoorn. Op een gegeven moment was het meer het idee van goh, een plantage. Nou ja, dat is eigenlijk zo gaan groeien. En toen hebben we dat een keertje bij de Marken Malm aangeslingerd. Dat was een open dag. Toen van, goh, zijn er nog meer ideeën wat je kunt doen bij de Marken Malm? En toen zeiden we, goh, we zouden eigenlijk nog wel eens een midwinterhoornplantage willen. Nou, toen werd ik eerst een beetje aangekeken, zo van, ah, die man die moet een pilletje hebben. Maar goed, het valt nog wel een beetje mee. En, maar al met al is dat proces gaan groeien. En zijn we nu zover dat we toestemming hebben en vergunning hebben van de gemeente. En met de nodige subsidies, want ja, zo'n horen kost ook nogal wat geld, krijgen we toch hier een prachtig plan gerealiseerd. Waar dat paaltje staat, daar komt nog een waterwindmolen. Bomen planten is mooi, maar je moet ze ook verzorgen. En we zien op dit moment veel bomen verdrogen, dus dat willen wij voorkomen. Daardoor pompen we met wind water omhoog en dat geven we aan de bomen terug. En zo proberen we hier de boom aan het groeien te krijgen. En als het goed is, komt hier dus ook nog een klein moerasachtig gebiedje. Waar we biezen in planten die normaal om de midwinterhoorn zitten. En vlierhout waar we de mondstukken van maken. Alle onderdelen gaan we hier kweken. Op zich is dit de fundering voor het kunstwerk wat erop komt te staan. En dat bestaat uit een stalen frame. Van buiswerk worden hoepels geproduceerd en die koppelen we aan elkaar. Die hoepels hebben verschillende diameters. De grootste staat aan de dikke kant van de hoorn en de dunste bij het mondstuk, bij de happen. En die koppelen we aan elkaar met staven. En op die manier krijgen we een gebogen vorm van de midwinterhoorn en die wordt daarboven opgeplaatst. En daaronder planten we allerlei groen klimmend spul. En daarmee vormen we straks een heel groen kunstwerk. Dan is de staalconstructie hopelijk niet meer zichtbaar, alleen nog maar een groene hoorn. Dat is tenminste de bedoeling, maar dat duurt nog een paar jaar. Kijk, we hebben natuurlijk al een WEMA, dat is werelds eerste midwinterhoorn atelier. Ja, en dit is natuurlijk ook uniek in Nederland en eigenlijk ook uniek in de wereld. Want waar is ter wereld een midwinterhoornplantage? Dat is nergens. Alleen in Eibergen, dat is in de gemeente Berkeland. Daar hebben we een plantage. We doen het ook gezamenlijk met de andere midwinterhoorngroepen in Berkeland. We hebben ook bewust voor gekozen.
om daar een stukje samenwerking aan te gaan. Dus dat is met Beltrum en Ruurlo en Neede. En dus ja, het is een mooi project. De verjonging van de Midwinterhoorngroep, daar werken we hard aan. We zijn nu al een jaar of zes bezig om op het voortgezet onderwijs elk jaar een workshop te geven. En elk jaar maken we op school met de leerlingen hun eigen Midwinterhoorn. En elk jaar gaan tussen de 16 en 20 leerlingen met een Midwinterhoorn naar huis. En sinds vorig jaar leren we die ook het blazen daarop. En iedereen zal dit niet blijven doen, maar we hopen wel dat op termijn mensen toch die hoorn nog zien hangen. Die hebben daar zweetdruppeltjes voor nodig gehad om hem te maken. En dat zit emoties in, dus we verwachten dat ze op een gegeven moment, als ze door de puberteit heen zijn, daar nog een keer weer op gaan blazen. En een aantal blijven nu al gewoon blazen. Die vindt het hartstikke leuk. En die willen straks ook hier op de plantage helpen het onderhoud aan de hoorn die hier dan ligt. Dat groen dat moet een beetje bijgesnoeid en ingevlochten worden. En de school wil graag op deze plek een ochtend besteden om iets te vertellen over cultuurgoed, om aan groen te werken. We hebben hier een vistrap. Ze kunnen hier in de breedte iets over de natuur vertellen. En dat willen we in gaan plannen. We maken iets unieks. We hebben geen kennis ergens anders vandaan kunnen halen. We halen onze kennis van Ten Elzen, die heeft heel veel verstand van bomen uit Neden. En die helpt ons om dit te realiseren. En ook Ilius IJzerbrand van de gemeente Berkeland adviseert ons hoe we met het groen om kunnen gaan. En we moeten een beetje hopen dat ze krom worden, want echte voorbeelden zijn daar nog niet van in de wereld. Maar dat proberen wij graag. Ja, wij zien de toekomst wat dat betreft zonnig tegemoet. Koffie! Kijk. Jongen, je snapt er ook helemaal niks van. We zijn er vriendin gisteren aan doen. Ja, dankjewel. Had je het gebak meegenomen? Nee, zeker. Ik kwam hier met langs en... Ja, ik heb een mooie hoekje. Moet dadelijk gewoon een rode streep trekken, als schort ze zo vandaag. Wat vanmorgen eigenlijk met een hoogtepunt in onze voorbereiding bezig. Wij hebben onze container helemaal geprepareerd. We hebben het terrein geprepareerd en vandaag brengen ze het bij elkaar. De container wordt geplaatst tussen de beide wanden die wij hier in het veld hebben staan. En die wanden die moeten de container beschermen, dadelijk tegen de gronddruk.
daar komt nog een watermolentje, daar bij het witte paaltje. Wij hebben nu een pult geslagen. En daar haal ik het water uit. Dus we gaan ook continu het hele plantage van water voorzien. Goedemorgen, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Want de omstandigheden zijn frups, laten we maar zeggen. Hè? Als voorzitter van de Midwinterhoorngroep van Eibergen mag ik jullie van harte welkom heten op de Midwinterhoornplantage in aanleg. Een duurzame plek met een groeiend aandeel natuur voor de toekomst. Hier komt de Midwinterhoorn meer dan ooit tot leven. De samenwerking met het Assink Lyceum, kunstenaars, de Berkelschippers en groene verenigingen uit de regio symboliseert en onderstreept het Achterhoekse Noorderschap. Met deze plantage willen we de kennis van het immateriële erfgoed graag doorgeven aan de huidige en nieuwe generaties. Het educatieve centrum, wat daar onder die bult ligt, het kunstwerk van 40 meter lange Midwinterhoorn die rust straks op die ruimte en dwars over de plantage ligt, het leek een droom. Maar door het bundelen van allerlei krachten van de clubs uit Eibergen, als de uitvoerende partij met de clubs uit Neede, Beltrum, Ruurlo en Geesteren, het is een zichtbare werkelijkheid geworden. Yay! Het gaat er ook allemaal aan hoor. Dat kan jij, hè? Echt heel goed. Hey! Yay! Proost, hè? Proost, Gerrit. Ja, jongens, proost, hè? Proost! Dat de bomen maar snel mogen groeien. Geweldig, hè? En op een mooie proost. Plantage. Ja. Worst op anderhalve meter afstand. Proost. Lukt dat? Oké. De kaar. Dat is vast een broer. Dankjewel. Henk moet nog even een stukje worst. En dan moet je even een bordje pakken, dan word je warm van. Oh, ja. Heerlijk. Van Gerwin, hè? Dit is geweldig. Ja? Als dit, het voorproefje is van wat hier allemaal gaat gebeuren, dan komt het helemaal goed. He? Op zich gaat het goed, alleen qua Midwinterhoorn blazen heel erg rustig. Normaal zouden we morgen de eerste wandeling hebben, maar ja, door de corona kan dat helaas niet doorgaan. Hebben we moeten besluiten om dat toch af te lassen. Onze groep bestaat uit 14 leden. Actieve leden? Ja hoor. Ja, zeer actief. Alleen op dit moment door de COVID-19 zeg maar, is het lastig om te repeteren. Ja, dus voor ons is het seizoen eigenlijk als voorbij, helaas. Ach ja, af en toe een keer in de buitenlucht met maximaal 4 personen, dat zal wel een keer lukken. Maar Een bolletje erbij en dan komt dat ook weer goed. Wij hebben alles afgeblazen. Dit jaar, want het is het risico voor de grote hoeveelheid mensen die altijd meedoet met de Midwinterhoornloop, dat is veel te groot. En dat zagen we al aankomen met dat de regering dat zou verbieden. Dus ja, dat hebben we van tevoren al gezegd, dat doen we niet. Bovendien hebben we een aantal leden in onze groep die op een redelijk hoge leeftijd zijn. En dan ben je sowieso natuurlijk zelf ook vatbaar voor het corona gebeuren. Dus nee, wij doen helaas niks. Het enige wat we wel doen morgen is voor de deur gaan staan en met onze horens blazen. Dat doen we dan wel in Geesteren. Maar een loop, dat zullen we niet houden. Helaas. Hopelijk volgend jaar. Er komt een hele grote metalen constructie. Die wordt gemaakt bij Slootsmit in Borkelo. Ja, dat is een project van de Midwinterhoornvereniging Eibergen. Die kwam hier met een model en de vraag of wij een grote Midwinterhoorn uit konden werken. Het is helemaal een stalen constructie geworden. Deze zijde zie je het 3D model. Midwinterhoorn is helemaal een buitenconstructie. Er zitten natuurlijk ook de gebogen ringen omheen, die je bij een echte Midwinterhoorn ook hebt. Hier zie je dan ook een container, wie in het echt ook onderkomt, als zijnde educatief centrum.
Als we op het moment dat we die 3D-model klaar hebben, wordt het omgezet uiteraard naar een werktekening. Nou, hier is een voorbeeld van zo'n werktekening. Dit is eigenlijk het hele model op schaal in zijn werktekening. Te groot. Dit ding is totaal 40 meter lang. En de grootste ring die heeft een diameter van 3,5 meter. S'avonds, je bent altijd mee aan het denken, maar dat we echt in de praktijk mee bezig zijn, zijn we nu 2 dagen mee aan het lassen, zeg maar. Alleen dan de voorbereiding, de ringen en dergelijke, dat komt allemaal gewalst aan, dat doen we zelf niet. De officiële opening van het planten van de boompjes voor de midwinterhoorn. De plantage wordt dan in gebruik genomen, min of meer. En dat doet de wethouder van Eibergen, van Berkeland. En die plant de eerste boom. Ik doe even zo. Hallo Bosman, hallo. Voordeel is, ze hoeft geen gat te graven, die zitten er al in. Ja. Maar de grond is ook bikkelhard, dus dat... Is het maar goed ook? Het is geweldig. Het is een mooie culturele erfgoed manier om te vertellen van dit hebben we en dit moeten we bewaren ook voor het nageslacht. Dat er zoveel vrijwilligers daar aan mee willen dragen, ja, dat vind ik hartstikke goed. En ja, het hoort bij deze tijd. Ik ben mee opgegroeid dat je altijd de toeters hoorde, zou ik haast zeggen. Dus ja, wat dat betreft, het hoort hier in deze streek en het hoort bij ons. En dan moeten we verder vertellen. Van de beker hebben we gehoord dat er vivimus bij in moet. Oh ja. Ik had nooit vragen wat dat is. Maar in de kruiwagen hebben we dus de helft zand en de helft vivimus. Ja. En de bedoeling is dus een boompje proberen met de bocht al een beetje omhoog te krijgen. Want hij moet er scheef in, die gaten zit ook scheef. En dan al iets omhoog, want ze hebben allemaal al een kleine ronding. Kijk. Wilt u deze kant op? Ja, kant op? Ja, de bocht zo, ja, zo erin. En dan nog eens steeds een beetje scheef houden. En de wortels er allemaal in, de steek. Ja, de ja, maar dat ja, gaat zo. Ja. Nou, moet ik eens even kijken of het model goed is. Ja. We hebben nog 250 miljoen. Zeg, thuis goed moet op een haar. Het laatste mag je zo de emmer op de kop zetten, hè? Ja. Dan gaan we wel even netjes, hè? Ja. Ja, dat vind ik ook. Geen haalwerk in coronatijd. Was niks. Nee, mensen denken dat het zo geholpen. Ja. Zo naar wens? Yay! Nou, ik vind het ontzettend leuk om hier aan mee te werken, want jullie allemaal een compliment. En eigenlijk moet ik dit doen, hè? Ik wens jullie allemaal ontzettend veel succes met dit mooie initiatief. Ja. Echt, ik ben er blij mee. En de gemeente Berkeland College is daar ontzettend trots op dat we zo'n leuke groep in ons midden hebben. Dank u wel. Thank you.
nieuwe initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. En die zeg maar duurzaam zijn, dus niet eenmalig, maar echt langdurig zijn. Zoals dit bijvoorbeeld. Ja, die gaan we financieel ondersteunen. En de mensen van het initiatief die komen bij ons en die houden dan een praatje. En dan worden wij ook weer enthousiast. Maar we bouwen jou in ieder geval een flesje met winterhoornbier. Dankjewel, dan kan ik iemand mee blij maken, dat weet ik zeker. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. De afstand tussen de stangetjes is te groot voor de klimop en die verkleinen we door er nu schapengaars omheen te spannen. En deze afstanden die zijn door klimop wel te overbruggen. Maar dat moet pas. Oh, helemaal iets verder dan de. Ja, dat lukt wel. Dat geeft wel. Ja? Wat wou jij doen dan? De koeien heb ik gehad. Vier kuren met de melkkoeien. Doe je dat zelf? Nee, dat doe ik wel mee, maar moet je helpen de koeien aanhalen. De vrouw en de kinderen zijn er wel bezig, dus kun je wel even in. Ik dacht dat jullie wel een winterstop hadden. Ja, dat lijkt er wel dat wij een winterstop hebben, maar wij gaan gewoon door. En we vinden het veel te gezellig om hier te zijn. En ja, donderdag dan wordt de kraan komt hier en dan moet het spul wel klaar. Dus we willen nog even wat aan gaan doen. En het is eigenlijk prachtig mooi weer en we doen er een vuurtje bij. Een glaasje glühwein straks. Nou, dan hebben we toch weer helemaal alle ingrediënten weer bij elkaar.
er gebeurt nog wel iets, hè, hier in Berkelland. Zo'n stel enthousiaste kerels die daarmee bezig zijn. Het is gewoon fantastisch. Ja, doet je goed. Ik hou ontzettend van kunst in de openbare ruimte. Dus dat vind ik prachtig. Ja. Het is nog van de streek ook. Ja. Ik vind het een prachtig idee. Ja. Ik vind het echt een heel goed initiatief. En nou, veel enthousiaste vrijwilligers die hier aan meewerken. Ik kan er nog omhoog, jongens, want ik kom hier nog te kort. Nog iets omhoog. Ik vind het een heel leuk idee. Ja. Ja? Ja, ik vind het een heel leuk idee. Ik vind het een geweldig project. Ja, nog iets omhoog. Nog iets omhoog. Vooral het licht hier hartstikke mooi, zo aan de Berkel. Nou, dat vind ik super. Ik vind het een prachtig mooi initiatief, toch? Ja, het is een hele klim om hier te komen, maar wij waren toch wel een beetje nieuwsgierig hoe het vorderde. Dus vandaar onze klim hier naartoe, onze wandeling hier naartoe. Ja, en met name inderdaad ook het educatieve karakter wat er straks in gaat zitten. Dat we straks hier de jeugd iets gaan vertellen over de natuur. En dat is toch wel een heel bijzonder iets. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Het is maar een kleine groep, maar ik heb diep respect voor deze club, mannen. Zijn wel fanatieke leden. Ja, zijn hele fanatieke leden. Fantastisch. Ja. Hey. Ik woon al heel wat jaartjes in het westen van het land, in Den Haag. Hoe kom je daar vanzelf dan? Ja, via studie, werk, de liefde, hè? Ja. Een combinatie. Maar daar hebben ze deze traditie die ze hier hebben, die hebben ze daar niet. Nee, dat klopt. Daar hebben ze weer andere tradities. Daar hebben ze weer andere tradities. Maar dit is mooi, mooi initiatief. We zijn van oorsprong Friezen, maar een Fries past hier ook heel goed in Eibergen. Ja. Friesland Bob en oor in de groppen, zo zeggen ze dat in Friesk. Wij hebben met Winterhoorn leren kennen door het seniorenorkest. Dat, wie speelt dat bij ons? Ton Mengering, die speelt bij ons dan in een kerstnummer de Midwinterhoorn. Ja. Nou, en iedereen vindt dat hartstikke leuk met een concert. Ja. Ik heb nog goede longen en ik wilde eigenlijk meedoen met de Midwinterhoorn groep om te leren blazen en mijn eigen hoorn te bouwen. Maar ja, corona, hè? Ik zeg altijd tegen de broers en zussen, het is hier altijd 2 graden warmer. Het is een bofoutje, minder wind. Dus kom hier naartoe. Maar ja, ook het Haitelon blijft trekken. Ik vind het prachtig. Ik ga het wel volgen. Het is wel een leuk punt voor fietsers om langs te komen. Is dat ook, hè? Je komt hier onder de nieuwe N18 door. Ja, maar je gaat het ook zien vanaf de N18. Ja, dat is de bedoeling, hè? Dat die grote... Ja. Want dat is de grootste diameter. Ja. Die daar ligt en die komt daar echt bovenop. Dus als je Groenlo komt die kant, dan zien we echt... Bijna, dat zoeken we eigenlijk bijna altijd uit. Ja. Contacten, hè? Maar terwijl ik het eigenlijk afgelopen zaterdag met die sneeuw en die zon vond ik nog lekkerder dan nu. We gaan vanmiddag de horen op zijn plaats zetten. Dus de grote kraan die staat inmiddels klaar. En dan hopen we dan om 1 uur of 1 te beginnen. En dan komt de horen mooi op zijn plekje te liggen. Dus heel nieuwsgierig hoe dat straks gaat eruit zien. Maar daar hebben we alle vertrouwen in dat het goed komt. En we hebben een goede kraammeester erbij, dus het moet lukken. Wij zijn ook mede support van onze kleinzoon. Ja. Zijn kleinzoon, mijn zoon. Ja, dat is mijn kleinzoon, ja. Ja, de kleinste zoon, nee. De oudste kleinzoon. Ja. Nee, dit is een prachtig project. Ja. En als je ziet met hoeveel toewijding de vrijwilligers hiermee bezig zijn. Ja, natuurlijk. Dat is heel mooi om te zien. Ja. Hoe gaat ie? Goed. Ja? Nog wel. Je doet alles van afstandje. Ja, ja. Tegenwoordig, hè. Maar we verwachten straks ook toeristen die met de Berkelboot over de Berkel deze kant op gaan. Dit gebied gaan bekijken.
En die daar dus ook hier een uitleg kunnen krijgen over wat de Midwinterhoorn inhoudt. En dan kunnen we eigenlijk van begin tot eind laten zien welke bomen we gebruiken, wat het erfgoed inhoudt. En zowel het bouwen als het blazen is erfgoed. Dat is zo indrukwekkend, maar in ieder geval het ging mij om de hoorn en ik ga ze verder laten. Er zit heel wat denk, overleg, werkuren in. En gelukkig hou een goede partij Slotsmit die het voor ons verder in detail uitgewerkt en in elkaar gelast heeft. Slotsmit, tevreden? Zeker. Is geworden wat je getekend hebt? Ook een beetje. Lijkt er aardig op, toch? Meneer Van der Veer, wilt u als eerste even blazen? Ja. Ja. Mijn mond is helaas niet groot genoeg. Nou, kom eens andere verhaal. Dan moet je er maar mee doen. Nee hoor, zo'n klein plannetje begint het. En dan ja. En meer en meer en meer. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. En nu ligt hij er. Ja. En de boompjes zijn geplant en nu gaat het door. En volgend jaar komen wij hier. Zitten de vogeltjes in de hele dat is helemaal geweldig. Maar het idee dat die mannen zo lekker zaten te fantaseren van hun plantage. Ja. Dat ik dacht van, en dan is hij er echt. Ja. Nou, dat vind ik top niet. Echt waar. Ja. 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 Ze hebben hun droom is goede uitgekomen. Ondersteuning van huis uit. Ja. Ja, voor de maaltijden, voor de maaltijden en zo. En de aandacht en zo, ja. Nee, het is echt... Het is maar ook met alle medewerking. Als ze, dit hebben ze dan wel uitgefantaseerd. Maar ze hebben zoveel medewerking gehad van iedereen. Nou ja, dat weet je iedereen zelf. Was enthousiast. Geweldig. Ja, maar ook wat ze geven en maar ook de hulp. Ja, ja nee, echt. Nee, echt alleen hadden ze dat uitgemaakt. Nee. En er kwam er weer wat bij. Moest er een container? Ik denk, wat moet je nou met een container? Ja, ja hoor, educatieve ruimte. Ja. Oké, okay. Nou, die moet dan nou nog ingericht worden. En dan ga je naar Os en dan is daar een container. Ja, klaar. Ja. Ja. Nou, ja. En dan willen ze hout. En dan komt er iemand en die zegt, ik heb hout. En dat geef ik gratis. Ja. Geweldig, toch? Alleen ophalen. Ja, ja. Ja. Nee, dat is echt top. Fantastisch. Niks meer aan toe te voegen. Ja. Nee hoor. En Dido gewoon hier twee keer met de kraan heen. Dat moet je natuurlijk ook doen. Ja. He, dus dan gaat daar allemaal zit Luc. Echt hoog. Ja, hij is echt hoog. Ik ben bijzonder tevreden. Je deelt voor, hè. Een paar laatste dingetjes nog bijwerken. En aan planten, hè.
dat hij groen wordt, dat hij maar groen mag worden. Daar doe ik het voor. Maar dit is ongeveer volgens tekening. Hij komt precies aan de paaltjes die we erin gezet hebben, dus moet een beetje geluk hebben. Als de wind goed staat, dan hebben we geluid. En we hebben in de appgroep al gevraagd, de man met de grootste bek, die mocht hier komen blazen. We zijn een beetje aan het praten met elkaar, gewoon een zitje maken. En een beetje een zitje dan bij die stijl is. En toen dacht ik, nou, je kunt mooi eten. Je gaat langzaam met en je bent dan maar door de beur van de benen zagen. Je doet je eten. En je zo'n vraag op de kop kunnen tikken, een stuk of zes, ja, ik kon zo'n stullen van maken. Zie je, nou, dat moet naar de morgen zijn, geen gewis. En dus dit is de wonder. Je neemt zo niet met, het staat mooi, je kunt rustig zitten. Het past mooi bij in de natuur hier. Ik heb er dan een tafel bij. Ik heb geen tafel bij, want hoe bang je dat de lucht op gaat staan, als je bij de muller komt of zo. Je gewoon zitten en daar steken ze. Ah. Zie je, en het is pas mooi bij alles bij natuur. Het is een mooi natuurproduct. Zie je, met je 2 meter blijf je de weg. Je kunt leuk prachtig mooi in de ronde kijken. Je kunt eiwaren kijken, je kunt je weg zien. En mooi dat we ons mee winter aan. Zie je. Goed idee. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mooi was. Ja, dat was nog niet eens gezaagd. Hè, maar. Ach, als je dan begint, dan moet je de container vanzelf. Ja. Ze zeggen altijd, als je s'morgens verlaten bent, maar je smiddags ook weer eerder naar huis. Dat zegt ze wel, ja. He? Ja. Die plant alles wat groen was. Ik zag ook wel hop. Ja, ja. En Bunt zelfs plannen om er nog een keer bier van te maken. Maar dat is voor straks. Dat moet nog een, moet echt geheim blijven. Daarom vertel ik het nu ook. Nee, wie doet het meer nu voor snelle groeien en voor de bloemetjes die eruit komt. Klim op alleen is ook zo saai, hè. Denk niet. Waarom zit hij dan een leeg potje mee? Als het water geeft. Ik denk dat we nog geen water geven, beetje, hoor. Dus dit weer een leeg potje langs. En ik gooi water in. Dus dat is de bedoeling. Nou, in principe eigenlijk alle beplanting wat hier staat is eigenlijk of nutsen voor, de, zeg maar, voor het hoorn maken. En zeg maar, wat we nou langs de hoorn heen planten, dat zijn vooral klimmers die zeg maar, uiteindelijk de hele hoorn gaan bedekken. Zeg maar, er staat klim op, er staat hop en wilde wingerd omheen. En op die manier eigenlijk krijgt ja, de hoorn een natuurlijke uitstraling. Het begint al echt mooi vorm te krijgen. Het eindresultaat begint toch al ja, nou snel te naderen. Dus kijk, en dan mag de natuur de rest van zijn werk gaan doen. Hebben we genoeg? Zou het zijn, moet alleen. De hop is nog wel een woekeraar, dus daar is nog wel enige te angst voor. Van wat gaat hij gaan doen, maar we zien het wel. We houden het in de hand. Zit niks aan. Dat kan ook. Nou, gaan we eerst aan de koffie. Ik zoek daar zo een zwijn van de tafel af. De bal hebben we altijd.
Ze hebben dan voor en achterkant. Hè. Dit is verzonken en de achterkant niet. Een millimeter meer. Wie wil niet hebben dat er straks op de leugenmoot weg liggen? Hè? Dus wie trekt er nog één keer nog? Monteer de zuigslang met voetklep aan de onderzijde van de pomp. Steek de zuigslang in de grond of sloot en zorg ervoor dat deze inclusief het pompgedeelte vol zit met water. De pomp is namelijk niet zelf aanzuigend. Dus wij moeten op de een of andere manier in het onderste deel van de pomp water inkrijgen. Maar hoe doe je dat? Ga ik er even in pissen? Ja. Ja. Is dit water al van beneden gekomen? Ja. Ah. Het eerste stroompje. Oh. Heel te ver. Is toch ook net IKEA. Dit is ongeveer de bedoeling. Ja, mooi. Mooi man. Dit is allemaal weer oud ijzer. Daar kunnen we weer duizenden euro's voor krijgen. Het oud ijzer was ons verschrikkelijk duur. Het moet ons allemaal wat betaald worden. Hè? Dus, en qua werkinzet zeggen we altijd iets allemaal eerst op. Dus altijd beginnen. Moet slijpen of komen? Ja, ik denk dat we moeten slijpen, maar dit is. Dit... Ja, ik kan net niet goed pakken, hè? De zijn wordt net zo zwart als de container, dus die zie je straks niet meer. En dan komt hier een grote bruine plaat in met de tekst erop. Dat is. En nou, is dat gewoon van het korte staal komt erop? Kijk, dit is het uiteindelijke doel. Achter zit de deur en dan komt deze plaat erop. En uit die plaat is deze tekst uitgelezen. Okay. En door dat gaatje moet slot. ...220 stroom, 12 volt stroom, aansluiting zonnepanelen, aansluiting camera. En nog aansluiting camera. Reservecamera. Dat laat we niet voor de kop slaan, dan ben je zo hoog moet je niet heen, joh. Kroom tussen de trappen zo. Je zit vast, maar niet 100%. Ik haal hem in de gaten. Dus. 100% krinans, hè? Nee, oké. Okay. Maar hij zit vast. Ze vloost om de beurt, hè? De boschop verdam dat het duister moet gaan, want het licht komt eraan. Ja, ja. En dat is een beetje de basis van het midwinterhoorn blazen, dat in de donkere dagen aan het eind van het jaar blaast voor het licht, dat het maar weer licht mag worden. En dat helpt ook, hè, want het wordt elk jaar ook weer licht. Ja, 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 lukt het werkt altijd. Het is niet voor niks. Hey, hey. En, de pastoor, de bisschop, heeft ooit bedacht
dat het ook niet verkeerd was dat voor het andere licht God bloot, de geboorte van het Christuskind. Oh, ja. En daar ben ik eigenlijk wel dankbaar voor, want daarmee heeft ook bepaald dat we eigenlijk alleen in de adventstijd nog mag blazen. En dan hoef nog maar 6 weken in het jaar te blazen. En anders dan moet veel vaker. Ik ben het hele jaar aan de beurt met. En hij denkt dat het een drukfout is, maar om die discussie los te krijgen, hou leg met een hoofdletter geschreven. Afgelopen voorjaar was er een actie uit van het EOV dat mensen een doos konden kopen met een soort verrassingspakket erin. En daar hebben wij als met Winterhorengroep ook aan meegedaan. En daar hebben we een bon in gedaan voor de gratis cursus happen maken. En daar hebben de nodige cursisten zich voor aangemeld. En vanavond is de eerste groep aan de beurt. We doen in verband met de corona maar groepen van 8. We doen een deel hier in het plantage. Hier krijgen we de uitleg over het met Winterhoren gebeuren, over de plantage. En we gaan even gezellig met een kopje koffie en een gebakje beginnen. Want het is toch wel zo'n eerste keer, is het altijd weer even leuk. En vervolgens gaan we na een tijdje weer terug naar de WEMA. En daar gaan we de happen maken. En daar krijgen de cursisten dan straks allemaal na afloop een happen mee naar huis en nog even een oorkonde. En dan gaan we natuurlijk nog even weer op toosten. En we maken daar een gezellige, leuke avond van. En dat moet vast lukken. We zijn hier voor de opening van de Unity Winterhoornplantage. Geweldig. Ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat het eigenlijk de bedoeling was dat de koning zou komen. Koning Willem-Alexander is uitgenodigd, maar kon niet komen. Nou denk ik dat wij hele goede vervangers hebben gevonden natuurlijk, in de heer Drent en in de heer Van Oosteren. We zijn heel blij dat zij er zijn en dat zij de opening verder willen verrichten. Ik heb ook weer gehoord dat de gemeente Eibergen, de gemeente Berkeland, net iets meer gegeven heeft als de provincie. En dus mag de burgemeester van de gemeente Berkeland als eerste het woord. Ja, dankjewel Greet. En dan denkt u natuurlijk, wat zal die dan meer gegeven hebben? Ja, dat scheelde precies 1 euro. Dus, en dat was eigenlijk, ik heb net de tip gekregen waarom dat was vanuit de provincie. En dat was eigenlijk wel een hele slimme tip. Dus die gaan wij volgende keer ook als gemeente denk ik maar toepassen. Want als je net onder de 25.000 euro blijft, dan heb je kans dat je iets minder controle krijgt van de accountant. En ja, dat maakt het ook allemaal weer een stuk makkelijker. Dus waarschijnlijk zijn wij uiteindelijk nog meer geld kwijt, omdat wij die controle wel moeten doen. Een aantal jaar geleden was ik met dezelfde groep in de gemeente op pad. En hadden we ook een prachtig mooi evenement om dat te doen. Het maken van Midwinterhoorns ook echt als cultureel erfgoed werd erkend. En dat is denk ik ook niet meer dan terecht. Maar ja, als je dat eenmaal bereikt hebt, dan is de volgende uitdaging om ervoor te zorgen dat je op die wereldkaart blijft staan. Als Eibergse Midwinterhoornbouwers, blazers. En dat is gelukt, want de eerste Midwinterhoornplantage ter wereld ligt hier op een prachtige plek, voor iedereen zichtbaar. Al die duizenden mensen die hier per dag voorbij komen, rijden hier boven ons langs komen rijden, kunnen er ook van genieten. En wat mij betreft een mooie dag vandaag, een mooie plantage op te openen. En normaal gesproken zou je zeggen, bij het startschot zou het mooi zijn om het eerste geluid te blazen uit de Midwinterhoorn. Nou, een paar jaar geleden had ik het gezelschap uit Eiberg bij mij in de tuin. En hebben we ook boven de waterput die wij hebben, die natuurlijk dat geluid van de Midwinterhoorn moet versterken, geprobeerd te blazen. En ik heb er een keer geluid uitgekregen, Geert, hè? Maar het heeft wel een half uur geduurd. En die tijd hebben we vandaag niet, dus we gaan straks de opening op een andere manier doen. Er zal ongetwijfeld ook nog geblazen worden op Midwinterhoorn, maar niet door mij. Ik geef een groot compliment in de richting van alle vrijwilligers voor het feit dat het gerealiseerd is, dat het van een, nou, laten we zeggen, gek idee, een echt idee werd en van echt idee een uitvoering werd. En dat we die uitvoering vandaag met elkaar officieel mogen. Groot compliment en laten we zeggen, Eibergen zet zichzelf op dit moment echt op de wereldkaart. Dank jullie wel voor het initiatief en heel veel plezier straks bij de opening. Als je nou als laatste spreekt, dan denk je bij elk deel wat gezegd wordt van oeps, daar had ik ook iets over willen zeggen. Maar één ding is niet gezegd. Wees nou eerlijk, wij Achterhoekers weten het toch echt wel beter dan verder westwaarts in het land. En Arnhem ligt toch echt iets westwaarts. Erfgoed is niet iets statisch. Erfgoed is niet een stapel stenen die nog net zo is als 100 of 200 jaar geleden. Erfgoed beweegt mee. Het Midwinterhoorn is ooit begonnen.
blazen ervan om wilde dieren, gevaren, geesten kwijt te worden. Later werd het een signaal om smokkelaars te waarschuwen dat het verstandig was om even naar de andere kant op te gaan. En nog later werd het overgenomen als signalering dat de advent eraan kwam. Dat eigenlijk de wende eraan kwam dat de dagen weer langer zouden worden. Dat die donkere periode overging. Of zoals we dat ook in de kerk gebruiken, dat het moment kwam dat kind Jezus geboren zou worden. En ik denk dat het ontzettend mooi is wat jullie doen om enerzijds dat erfgoed, die cultuur vast te houden, maar het ook met elkaar te doen. Ook zelf iets aanpakken als we meer bomen moeten planten, waarom dan niet de juiste die je kunt gebruiken. Dat ook te vertellen, uit te venten eigenlijk. Ook mooi nog iets toe te voegen aan het toeristisch product wat Berkelland biedt. Want dat is ook een onderdeel wat daarbij zit. En ik zie dus heel veel verschillende dingen bij elkaar komen. En eigenlijk past dan maar één woord wat daarbij past. Dank jullie wel voor de vele tijd die je erin stopt om dit allemaal voor elkaar te boksen. Om ook die routes te lopen om die subsidies te vragen. Want ik weet zelf uit ervaring dat is niet één mailtje sturen. Daar gaat wel iets meer werk in zitten. Ik wil jullie daarvoor bedanken en zie het ook vooral als een aansporing om ook dit erfgoed levend te houden. En eerlijk gezegd, ik heb Midwinterhoorn spelen alleen op de televisie gehoord. Dus eigenlijk is voor mij de pièce de résistance van vandaag, het hoogtepunt van de middag. Als zometeen ook echt het geluid klinkt, want ik kan niet wachten om het in het echt te horen. Daarom stop ik ook. Heel gefeliciteerd met wat hier gebeurt. En nog vele goede jaren om het verder uit te bouwen. En ik ben benieuwd wanneer de bomen zover zijn dat daar ook de nieuwe hoorns uit voortkomen. Ik heb hier twee halve hoorns staan. Doormidden gezaagd. Nou, doormidden, ja, hoe moet je dat zeggen eigenlijk? Hè? In de lengte in ieder geval. Ik mag de heer Van Oostrom eentje geven. Kijk eens even. En de andere aan de Brent. En ja, twee helften, daar kan niet op gespeeld worden. Dus de heer Drent zei dat ik kan niet wachten tot gespeeld wordt. Als er maar op gespeeld gaat worden, want er is nog geen eerste adventskurs, maar dat weet ik niet hoe dat gaat. Maar, nou, mogen jullie kijken hoe dat, hoe dat moet. Samen, jullie hebben elkaar nodig, dat is wel duidelijk. Nou, kijk. Er zit alleen een mat erbij, want dan kan er nog wat geblazen worden, denk ik. Er moet nog een mat erbij. Ja, maar hij is niet hol. Ik moet eerlijk zeggen, agent, ik weet niet heel veel van Midwinterhorns, maar volgens mij moet hij echt helemaal hol zijn om de geluid uit te krijgen. Dat is hij niet helemaal, maar precies wat je zegt, de symboliek van de samenwerking. Want alleen als je dit samen doet, krijg je iets voor elkaar. Nou, dat is denk ik heel mooi ook. Een compliment aan jullie, want dat heeft het ook met elkaar gedaan. En nou, het mooie is dat de provincie voorstaat en nou de gemeente voorstaat. Dus, dan geven wij hem door, want dit is natuurlijk dus eigenlijk een hele mooie symboliek. We hebben met elkaar heel veel dingen voor elkaar gekregen en we geven hem nu echt door. Dan gaat hij die kant op. Aan de voorzitter. En dat de voorzitter van de groep Midwinterhoorn, groep Eibergen, Marianne Hebels, en die krijgt nu het woord. Het verleden. Een overgebleven stukje grond van de aanleg van N18. Het heden. Een prachtige plantage waar circulair en CO2-vrij groeit wat nodig is voor het bouwen van de Midwinterhoorns. Zoals de els, de berk, de knotwil, de biezen en vlier waarvan het hout gebruikt wordt om het mondstuk te maken, de happen. En dan de toekomst. Hier komen cultuur, natuur en kunst samen. Het is een plek geworden om te recreëren, te leren en te inspireren. Een duurzame plek die aandacht vraagt van huidige en nieuwe generaties. Met de Midwinterhoorn groep uit Eibergen als uitvoerende partij bundelen de groepen uit Berkeland, te weten Eibergen, Neden,
Beltrum, Geesteren en Ruurlo hun krachten. Samen werken we aan dezelfde missie. Het springlevend houden van het erfgoed. Het erfgoed van de Midwinterhoorn in de Achterhoek. Dank jullie wel. Ik wil de heer Van Oostrom vragen om de knop in te duwen en kijken wat er dan gebeurt. Oké, 3, 2, 1. Hé! Je ziet het! Ja. En toen was er licht! Ja. Daarom ging je ook altijd in de put, dan ging je daar zakken en dan met de bies eromheen en dan propt hij zich helemaal dicht. Ja, natuurlijk. Ja. En ja, nu we houtlijm hebben, doen we dat bijna niet meer. Maar ook alles nadenken, dus we hebben water nodig. Oké, dit molentje erop, water halen. Maar als je nu die boom zaagt, hè, laat je hem dan eerst nog drogen of gebruik je hem nat? Nee, we laten hem wel even drogen. Maar hoe lang gaat zo'n hoorn nou mee? Die wit, en het is natuurlijk ook de uitdaging om zo heel dun mogelijk te krijgen natuurlijk, ja, want ja, dat is heel knap werk. En je moet wel oppassen met hakken dat je niet erbij gaat hakken, dan heb je een blokvloot. Ja, dat is ook de bedoeling. Bij deze verleen ik u toestemming om vanaf nu de muziek in de Midwinterhoorn te doen blazen. Ah, hey! Dankjewel, Horenkerken, voor dit prachtige dankjewel. En nu mogen we nog over de Midwinterhoorn blazen. Het is advent. Mijn zegen krijgt u. Nou, ik zou zeggen, met de zegen van het pastoor gaan wij de eerste tonen van het Midwinterhoorn laten blazen. Ben thuis allemaal, wees voorzichtig en blijf gezond.